Vorig seizoen won HFC thuis van Barendrecht met 4-1. En in de uitwedstrijd werd het 3-3. Dus doelpunten natuurlijk verzekerd ook in deze editie van HFC Barendrecht. Het begin is voor de ploeg van Poldervaart. Dit is een goed schot en daar is 1-0. Het schot was van Sanchez en in de rebound de goal gescoord door Winterberg. HFC krijgt de bal daar niet lekker weg. Aarts vindt Sanchez. De redding is goed van Rossum. Maar de nastoot is voor de spits van Barendrecht, Winterberg. Dan de thuisploeg. Castien die staat vrij. Ja, Castien die scoort zo makkelijk dit seizoen. En ook deze zit. 23e minuut. De gelijkmaker, nummer 6 van het seizoen. Castien. Hols vindt Castien. Die staat daar helemaal vrij. Voorbij Aarts. En Van Splunter, de doelman van Barendrecht, kansloos. Dit loopt goed af. Balbezit blijft voor HFC. Tameres, Sterling. Dit is goed gespeeld. Castien kiest weer de ruimte en de diepte. En het is 2-1. Ja, daar heeft hij een neusje voor. Castien. Half uur gespeeld. En zo staat het dus 2-1. Castien is de maker van de goal. Ja, wie anders bij HFC, zou je zeggen, in deze fase van het seizoen. Jongman met de vrije trap. De afvallende bal is ook voor Jongman. Goeie reactie van Rossum. En oh, wat een kans zeg voor Winterberg. Deze had eigenlijk wel mogen zitten. Rusland 2-1, dan de tweede helft. Met het balbezit voor HFC. Goed, van Castien. Die heeft wat ruimte. Castien, Hols loopt mee, de rechterverdediger. Castien op de Visser. De Visser kijkt en Hols, ja, die was onderweg. En die schiet het 3-1 achter de doelman. En hij is blij, want zo vaak scoort de rechtsback van HFC Hols niet. Goed meegedaan. Zo, een bal over de hele. Wat is dit dan? Tameres die denkt van dit is makkelijk. Komt hier ook nog de 4-1 aan. Ja, het is Van Zon. Chaos bij Barendrecht. Ja, als je zo de doelpunten weggeeft, Winterberg. Balletje binnen door. Tameres vindt Van Zon en dan is het 4-1. En gaat HFC weer een wedstrijd winnen natuurlijk in de tweede divisie. De ploeg begon stroef aan de competitie, maar heeft de draai gevonden met goed voetbal. Hier nog de rode kaart. De vreselijke overtreding van Monster. Goed gezien door scheidsrechter Dreugen. En terecht dus bestraft met rood. Sterling voorbij Lima. Lima houdt zich in. Sterling en Aarts. Ja, dit is een strafschop. Dat kan er allemaal wel bij voor Barendrecht. En de gele kaart is voor Aarts. En zo gaat de ploeg van Poldervaart ten onder bij HFC. Want Castien met zijn derde bepaalt eindstand op 5-1. En Castien heeft er al 8 in liggen dit seizoen. En zo wint Verdonkschot van Poldervaart. Bij Excelsior voor Soccer Boys staat het 0-0.